Dit is Dump, het filmpje werkplek. En vandaag lopen we mee met de dierenambulance met Henk en Nicole. Corbin. Kom erin, ja, gezellig. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we gaan vandaag vanaf 8 uur starten wij met onze dienst. En dan gaan we de melding afrijden die we van de meldkamer doorkrijgen. Diertjes redden. Diertjes redden. Ja. Is er nog een favoriet dier, Henk? Zwanen. Oké, dit is wel heftig. Blazen, jongen. Ik probeer alleen maar te helpen hoor. Dit is de meldkamer van de dierenambulance Rotterdam. Ja, dit is ons meldingssysteem. Dus elk telefoontje wat binnenkomt, die registreren we daarop. Dit systeem, vertelde Henk mij al, is zo handig dat u vult het hierin en dan komt het bij hem op de TomTom binnen. Ja, nou, er staat al een orde in. Hij moet 5 egels ophalen bij de egelopvang en die worden weer uitgezet waar ze gevonden zijn. Henk, waar gaan we nu naartoe? We gaan naar de egelopvang. Ja. In Papendrecht. En daar gaan we egeltjes die daar opgevangen zijn en hersteld zijn, gaan we ophalen. Die gaan we uitzetten. Er staan hier 5 transportboxen. We zijn nu in Papendrecht. We zijn nu in Papendrecht. We gaan naar Ridderkerk om ze uit te zetten. Een egeltas. Ja. Het is weer wat anders dan een handtas. Henk, de handschoenen gaan aan. Ja, ze prikken, hè? Ja. Het kan ook wel zonder, hoor, maar het is met handschoenen toch wel prettiger. Dat is wel makkelijker. Laat je zich niet zo gauw vallen als ze prikken. Henk, wat ik me ook nog afvraag, moet je ook een opleiding of een cursus doen om dit allemaal te kunnen? Je wordt eigenlijk ingewerkt als je hier komt door een ervaren kracht. Dat duurt een maand of 3 ongeveer. En vervolgens krijg je een cursus dier-EBO en je krijgt een cursus Rijkswaterstaat. Nou, laten we de egeltjes vrij laten. Laten we het doen, hè. Zo. Nick, René, Sil. Kun je hier maar eentje neerzetten? Waarom deze plek? Ja, ze moeten in een groene omgeving uitgezet worden. En dan een stuk uit elkaar, dus 20, 30 meter verderop, dan doen we de volgende weer. Kijk, ze krullen helemaal op, hè. Henk, word je hier vrolijk van? Ja hoor, zeker als die gaat lopen zo meteen. Heb er in ieder geval zin in. Mag ik ook een egeltje uitzetten? Jawel, dat mag. Ja hoor. We hebben er nog eentje over, dus die mag jij zo meteen doen. Dag egel. Is toch mooi, hè? Is toch mooi. Zijn er nou ook minder leuke dingen aan dit vak? Ja, er zijn zeker minder leuke dingen. Als we een melding krijgen van een aangereden kat en we komen ter plaatse en het diertje blijkt dus te zijn overleden. Ja, dat is natuurlijk voor ons ook altijd best wel moeilijk werk. En dan kijken we of het beestje gechipt is en dan blijkt hij dus niet gechipt te zijn. Ja, en dan moet hij dus bij ons 14 dagen bewaard blijven in de vriezer. Waarom moet hij in de vriezer? Nou, we zijn wettelijk verplicht om 14 dagen te bewaren. Ja, en als je het niet in de vriezer doet, dan gaat dat natuurlijk helemaal ontbinden en zo. Dus dat is niet te doen. Dus daardoor worden ze bewaard in de vriezer. Neem je wel eens dingen mee naar huis? Je hebt wel eens dingetjes, als je bijvoorbeeld een dode kitten hebt gevonden of zo, dan zit ik daar toch nog wel eventjes over na te denken. Maar over het algemeen kunnen we het vrij goed van ons afzetten. Ja, gelukkig wel. Goed, we gaan naar de vrieskist. Ja, oké, okay, gaan we. Het is al een beetje grimmig. René is ook mee, die ziet er heel erg tegenop. Correct. Ik heb thuis 2 katten, Harry en Kees. En Harry en Kees... Ik hou meer van Harry en Kees. Dat ga ik niet afmaken. Dit is dus de vriezer waar onze overleden katten in zitten. Je vertelde al, die katten die blijven daar 14 dagen. Wat gebeurt er daarna met de katten? Na 14 dagen, dan, als er geen eigenaar zich gemeld heeft, dan gaan ze voor destructie. En dat is niet altijd erg leuk natuurlijk. Want ja, je weet, eigenlijk zijn het toch wel dieren van mensen. Maar als de mensen zich niet gaan kijken op Amivedi en Mijn Dierenzoek, daar worden altijd de overleden dieren opgezet ook. Ja, als de mensen niet komen, dan gaan ze na 14 dagen voor destructie. René, gaat het goed?
Ja, nee, van stal, ja, tuurlijk. Netjes in kistjes opgestapeld. Er staan dan etiketten op waarop staat waar het diertje gevonden is. En er staat dan tevens de datum op wanneer die in principe weg mag. Viel het mee of viel het tegen? Nou, dit viel wel mee als ik eerlijk ben. Ik dacht, als we ze echt helemaal opengesplatst gaan zien en zo. Nee. Maar dat doen we niet, want we denken ook aan de kijkers thuis. Ja, en buiten dat vaak zijn katten die dus helemaal echt aan gort gereden zijn. Wat dus eigenlijk niet echt prettig meer is om te zien. Die worden ook op de stickers gezet dat ze niet toonbaar zijn. Dus in principe als er dan mensen zijn die zeggen, ik denk dat het mijn kat is, wordt het er ook bij vermeld van, jong, hij ziet er niet uit, want hij is echt flink aangereden. Weet je zeker dat je hem wil zien? Ja, dus, en dat is altijd, dat zijn dingen die komen er ook bij kijken. Dat zijn de minder leuke dingen van het vak. We gaan vandaag nog een keertje mee op zoek naar leuke, op zoek naar meldingen met de dierenambulance. Heb je er een beetje zin in, Henk? Ik wel, jullie ook? Ja. Daar is het beestje. Het beestje moet geopereerd worden. Heb geplast. Geplast en wat gespoeld. Goedemorgen. Even kijken, waar stond die pomp? Een vogel in Helvoetsluis bij een school. Een vogel in de school, die is tegen de ruitlijn gevlogen. Nou, we hebben hem een bakkie. Au, kleren leggen. Goed gedaan, joh. Vogel zit in de doos. We bellen gelijk voor de volgende melding. Een agora konijn in Bergzoek. De melding is dat hij gedumpt is op een begraafplaats. Een beetje luguber. Een beetje lugubere plek, ja dat wel. Ja. Nou. Wel een dode boel in ieder geval. Ja, precies. Echt een Sylvana grap. Hij ziet hem. Zie hem. Hij zit binnen. We staan voor de dichte deur bij de begraafplaats. Maar het konijn zit daar onder de wasman. Hij is aardig verwaarloosd al, zie ik. En hij zit ook erg te trillen. Ik denk dat hij al een tijdje rond laat bezwerven. Ja. Als je ziet hoe hij eruit ziet. We gaan halen een... gewonde duif. Ja, het is gewoon tijd gepakt. Jonge zwaan in de sloot zwemt te lang alleen. Sloot is net zo lang als de straat. Nou, we horen het. Een jonge zwaan. Zo, heb je hem al? Pak jij hem, Nick? Anders gaat hij eruit misschien. Netjes. Ja. Heb je hem? Ja. Oh, een baby zwaan. Zo. Waarom moet deze nou mee, Nicole? Deze gaat mee omdat hij eigenlijk nog... Hij is in principe wel aardig aan de maat, maar hij is nog te klein om goed voor zichzelf te zorgen. Dan gaat hij naar de vogelklas en daar wordt hij dan opgevoed totdat hij groot genoeg is om uitgezet te worden. Waarom ben je dit werk gaan doen? Ja, ik ben gestopt met werken 4 jaar geleden. Ik wilde toch wat te doen hebben. Ik had geen zin om de hele dag thuis te gaan zitten. En toen zag ik dit voorbij komen. Jullie zijn allemaal vrijwilligers? Ja, alles wat op de ambulance rijdt. Chauffeurs bijrijden, is allemaal vrijwilligers. Alleen De meldkamer bij ons, dat zijn betaalde krachten. Hoe ziet een gemiddelde dag er voor jou uit? Wij rijden normaal gesproken rijden wij vanuit huis. En wij draaien, Nicole en ik draaien dan 24 uur diensten. 24 uur lang ben je bezig? Ja. Pittig. En nou is de nachten gelukkig relatief rustig. Dus het gebeurt niet zo gek vaak dat je gebeld wordt. En we gaan ook eigenlijk alleen maar voor de dringende gevallen eruit. Dus niet zeg maar als er iemand een vogeltje op heeft gevangen, die halen we s'nachts niet op, dat doen we dan de volgende ochtend. Ja, en wat is een spoedgeval dan? Een dier wat aangereden is wat nog leeft. Kijk, als je een beestje laat liggen, dan gaan er misschien nog 10 auto's overheen. En dat proberen we dan op die manier te voorkomen. We staan bij de centrale, maar er is een melding gelukkig. Wat gaan we doen? We gaan een zwanenfamilie, die schijnt vast te zitten achter een sluis. En we gaan kijken of we die eruit kunnen halen, of we die kunnen redden. Hoor je mij? Top. Er worden nu 2 grote netten gepakt om de familie zwaan te redden. En Henk en Nicole hebben allebei een zwart vest aangedaan. Omdat ze dan minder angstaanjagend zijn voor de beesties. Oké, dit is wel heftig. Blazen, jongen. Dat is al 1. Wow. We proberen alleen maar te helpen hoor. Ja, nou heb je hem.
idee. Gebeurt dit vaker, dit soort actie? Het gebeurt nog wel regelmatig. Ja, 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 ja. Nou, goed gedaan. En dan lossen we het zo op. Ja, top. Dus helemaal goed. Dit was alweer Dumpert filmt je werkplek met de dierenambulance. Bedankt Nicole dat we mee mochten. Graag gedaan, ik vond het hartstikke gezellig. En ja. Ja, we hebben toch nog wat leuke dingen kunnen doen. Ja, absoluut, ik vond het ook gezellig. Heb je niet te veel last van ons gehad? Nee, nee, absoluut niet. Nee hoor, jullie hebben je keurig gedragen. Mooi, goed om te horen. Nou, wij vonden het ook een eer. Ik doe jullie de groetjes van Nick en Sylvana. En ik zeg tot ziens en tot de volgende keer. Zullen jullie ook even zwaaien? Joe, hoi!